Volksgezondheid geeft duidelijkheid over bericht Dochters Engelhart. Reagerend op het bericht van De Ware Tijd, 19 februari 2020, na het seminar Toezicht in de Ouderenzorg dat georganiseerd was op dinsdag 18 februari 2020, wordt aangegeven dat de dochters van de overleden heer Alfons Engelhart de stoep van het ministerie van Volksgezondheid platgelopen hebben en werden van het kastje naar de muur gestuurd. Er kan gesteld worden dat dit niet op waarheid berust, omdat het ministerie deze dames niet onder ogen heeft gezien. Het ministerie heeft de zaak opgepakt en afgehandeld conform de procedure waarop zaken aangepakt dienen te worden. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.